ik vind dat wij, wat wij maken, dat dat het nieuwe sound van Nederland is. Yeah, dit is het moment dat je hand in hand met je vrienden danst. Je geeft elkaar compliment en een glimlach. Iedereen is jarig. Ik ben dag en nacht in de studio. Verdien een klein beetje geld, maar daar blijft het bij. Het gaat echt over mij, over mijn leven. Ik vertel over wat ik doe. En er staan ook wel wat serieuzere nummers erop, weet je wel. En bij Nouveau Riche is het gewoon echt alleen maar knallen. Dat is wel heel veel, is wel een groot verschil tussen zelf met z'n tweeën werken aan een album en je opsluiten. En iets maken wat je met z'n tweeën tof vindt. Dan met zes mensen werken die iedereen zijn invloeden komen daar ook weer in, weet je wel. Laat me stunten, ook al is de koelkast beetje leeg. Ik ben de reden dat je meisje nu augurken eet. En ik denk, fuck it, ja, bel me yogis op. We gaan dit vieren met z'n allen, jomoes op z'n bol. De dubstep, de electro, de drum and bass, de house. Eigenlijk alles, weet je, de moombaton. We proberen gewoon eigenlijk van alles, weet je. We luisteren muziek, veel muziek. En dan van andere genres. En dan denken, hey, dit is wel echt hard, man. Misschien moeten we dit een keertje zo experimenteren ermee. En dan meestal wordt het wel iets tofs. Ik wil een stripster uit de taart. Liggen voor een open hart. Op een berenvaart. Op een berenvaart. De enige manier om echt even om op te vallen, dat is iets anders doen, weet je wel. En op het begin is dat wel lastig, omdat ja, mensen kennen het niet of vinden het vreemd. Maar naarmate de tijd zie je dat onze aanhang echt super groot is geworden. En vooral onder de jeugd vanaf, wat zal het zijn, 14 tot 25 of zo. Mensen zijn er echt klaar voor en vinden het ook echt heel tof, weet je wel. Daar heb ik een miljoen vrienden. Bel een taxi, breng je lichaam naar de vijf. Wat is dit leuk met 1 miljoen vrienden? Ik trakteer, ik ben jarig elke dag. Het album is sowieso een momentopname van afgelopen half jaar tot jaar. En dat is veel feesten geweest, veel optreden, veel drinken, veel met meiden zijn, weet je wel. Dus ik heb dat ook echt geprobeerd vast te leggen, dat moment en hoe ik mij nu voel. En als ik nu ineens een depressieve man word, ja, dan is mijn volgende album een depressieve mannenalbum. Wat is dit leuk met 1 miljoen vrienden? Ik trakteer, ik ben jarig elke dag.